Ja, ik mag niet klagen. Ik merk dat ik de powers in de benen heb. De techniek, die mis ik nog wel een beetje. En het vertrouwen in de fiets. Maar ja, 2 weken op een nieuwe fiets, dat is altijd weer even wennen. En ook na een jaar geen competitie is het gewoon heel lastig om weer zo terug te komen. Dus ik ben eigenlijk alleen maar blij met de vormpeil op dit moment. Ik probeer week per week een beetje te beteren. En ik denk dat, dit is mijn tweede wedstrijd vandaag. Richting het kampioenschap is het beste voor mij om wat ritme terug te pakken. En te zoeken. En ja, gewoon stap voor stap te verbeteren. Het zal ook weer een hele lastige en spannende wedstrijd worden, denk ik. Ik denk dat we in Nederland veel kandidaten hebben die voor de titel gaan strijden. Onder andere kijk ik nu eerst natuurlijk naar Maud Kapteins. Die rijdt de laatste weken weer heel terug ja, erg goed. Maar ook Lucinda Brandt, die kan op dat soort parcours de powers zeker kwijt. Dus ik denk dat dat wel de 2 voornaamste dames zijn om naar te kijken. Maar onderschat Sophie de Boer niet. Die heeft een lastig crossseizoen. Maar ze heeft toch wel een aantal goede uitschieters gehad. Of Marianne mee gaat doen, volgens mij niet, ik weet het niet. Maar goed, daarnaast hebben we natuurlijk altijd nog een aantal outsiders. En wie weet ben ik wel de outsider volgende week.